Sino is een reutje van ongeveer 3,5, bijna 4 jaar oud. Het is een chihuahua zoals je ziet, maar ondanks dat hij zo klein is, gedraagt hij zich als een grote hond. Hij is zwervend aangetroffen en naar het asiel van Eindhoven gebracht. Helaas hadden we weinig tijd om met hem te trainen en dat heeft Sino toch wel nodig. Hij is heel even geplaatst geweest en daar kreeg hij last van een oorontsteking en moesten zijn oren behandeld worden. Die behandeling vond hij niet zo fijn en daardoor kreeg hij een infectie tegen handen. Als wij nu onze handen naar hem uitsteken, als vreemde zijnde, dan heeft hij toch de neiging erom in te bijten. En helaas bijt hij dan ook wel flink. Dus dat moet niet onderschat worden. Maar zoals je ziet, als hij je kent, kan je hem gewoon prima optillen, kan je hem ook aaien. Maar Sino heeft wel een eigen willetje. Dus we zijn op zoek naar mensen voor hem die ervaring hebben met honden. Misschien zelfs met chihuahuas met dit soort gedrag. Want helaas komt het wel wat vaker voor bij dit ras. Liever geen andere honden, of je moet een leuk ander chihuahua hondje hebben, want hondjes van zijn eigen grootte, die vindt hij nog wel stiekem een beetje leuk. Een paar uurtjes alleen thuis blijven, daar kan hij gerust, dat is geen probleem. Kleine kinderen zijn niet geschikt voor hem, want je moet dus echt wel opletten met wat je precies bij hem doet en vertrouwen opwinnen. Dat is echt heel erg belangrijk bij hem. Als je het vertrouwen gewonnen hebt, is het echt een vriend voor het leven en daar zijn we naar ook op zoek. Mensen moeten ook weten dat hij nu nog tijdelijk op een allergeen voer staat. Hij heeft dus toch af en toe weer last van zijn oren en wij kunnen helaas er niet achter komen waar het vandaan komt. Het kan ook met stress te maken hebben, maar hij krijgt nu medicatie en speciaal voer en daar doet hij het goed op. Maar we hopen dat als hij een vertrouwde nieuwe situatie heeft, dat dat weer afgebouwd kan worden. Al met al een hondje met een gebruiksaanwijzing en wat specifieke eisen, maar we hopen toch dat hij snel een nieuw baasje kan vinden.